In deze video bespreek ik het volledige VWO Wiskunde A-examen 2024 eerste tijdvak. Bij het examen hoort ook een formuleblad. Houd dat er steeds bij, ik heb het hier ook even weergegeven. Nou, ben je nou op zoek naar een specifieke opgave? Kijk dan in de beschrijving of in de eerste reactie onder deze video. En zoals altijd, maak natuurlijk eerst de opgave zelf. Opgave 1. Nou, ik adviseer je de tekst eerst zelf te lezen. Ik had net al gezegd, maak sowieso eerst de opgave zelf. Want het is vrij saai als ik al die lange teksten ga voorlezen. Nou, ik ga meteen naar de vraag. We moeten hier bij figuur 1 bepalen welke toonhoogtes hier worden bedoeld. Nou, en waar gaat het om? Het stukje boven de vraag, daar staat. In de figuur kun je ook zien dat er bij een geluidsniveau van 10 decibel geluiden met verschillende toonhoogtes zijn die precies op de gehoordrempel liggen. Nou, het is even belangrijk om te realiseren de gehoordrempel. Dat is de stippenlijn. Nou, dus het gaat over deze stippenlijn. En we moeten nu bij een geluidsniveau van 10 decibel gaan aflezen... Ja, welke toonhoogtes allemaal precies op deze stippenlijn liggen. Nou, dat betekent dat ik vanaf die 10 horizontaal naar rechts ga kijken. Wat kom ik dan allemaal tegen? Nou, dat is dit punt, dat is dit punt, dat is dit punt. Nou, ik adviseer je dit om het blaadje zelf erbij te pakken, want dit is natuurlijk vrij klein. En dat is het vooral ook belangrijk om te bedenken. Dit is een logaritmische schaalverdeling. Nou, als ik dan ga kijken, dan zie je dat het begint bij 100 en het loopt naar 1000. Nou, tel maar vanaf 100. Het eerste streepje wat je dan tegenkomt, dat moet dan 200 zijn. Want dan krijg je 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 en dan zit je op 1000. Dus dat betekent dat de eerste waarde 200 hertz is. Nou, je kunt er nog opschrijven, aflezen in figuur 1. En dat geeft dan de waarde 200 hertz. Dat is de eerste rode stip. De volgende rode stip, nogmaals, kijk dat zelf even goed op je blaadje. Als je gaat kijken naar 10.000, dan zit er 1, 2, 3 strepen links daarvan, zit nog een waarde. Nou, tel maar terug en nu moet je tellen met stappen van 1000. Want je ziet dat je nu van 1000 naar 10.000 gaat. Dus elk verticaal streep wat je naar rechts gaat, is een stapje van 1000 erbij. Nou, als ik 3 keer 1000 ervan afhaal, dan kom je uit op 7000 hertz. En de laatste stip die zit precies bij 10.000 hertz. Nou, en dit zijn de drie gegeven waardes. Of nou, de gegeven waardes, dit zijn de drie waardes waar je op uit moet komen. Opgave 2. Nou, we moeten een groeifactor gaan uitrekenen. Nou, dat zie je bij de vraag staan. Als je naar het stukje tekst kijkt, dan staat hier... Uit bovengenoemde vuistregel volgt het exponentiële verband t is 8 keer g tot de macht d min 80. Tussen de maximale tijd t in uren, die je zonder gehoorschade ergens kunt zijn... en het geluidsniveau D in decibel. De groeifactor is bij benadering 0,79 en die moeten wij wat nauwkeuriger gaan uitrekenen. Nou, dat betekent dat ik ook de tekst nodig heb hier. En als je naar de tekst gaat kijken, zal ik even onderstrepen wat belangrijk is. Nou, de vuistregel is dat je 8 uur lang zonder problemen 80 decibel op je oren kunt hebben. Bij een toename van het geluidsniveau van 3 decibel, nou, dat is belangrijk, dan halveert de tijd... Dus dat betekent dat je nog maar 4 uur lang zonder problemen bij 83 decibel eigenlijk erin kunt staan als het ware. Nou, dat betekent dat ik het volgende kan doen. De tijd in uren, nou, dat is in beginsel is dat 8 uur bij een geluidsniveau van 80 decibel. Maar je ziet per decibel dat het toeneemt moet ik met een groeifactor gaan vermenigvuldigen. Die groeifactor die geeft altijd aan wat gebeurt er, hè, waarmee moet ik vermenigvuldigen als ik één stapje naar rechts ga. En we beginnen eigenlijk, zo moet je het zien, bij 80 decibel. Hè, dat komt overeen met die 8 uur. En waar gaan we naartoe? We gaan naar 83 decibel. En dan kun je nog maar 4 uur. Nou, dat betekent dat ik 3 keer met de groeifactor moet vermenigvuldigen. Want van 80 decibel naar 83 decibel, dat is een toename van 3 decibel. En dus... Eigenlijk moet ik 3 keer met de groeifactor vermenigvuldigen. En dat moet ervoor zorgen dat ik nog maar 4 overhoud. Nou, dat betekent g keer g keer g, dat wordt g tot de macht 3. En nu kan ik links en rechts door 8 delen. En dan kom je op 4 achtste uit. En ja, dit is volgens mij de eerste stap die je bij het correctiemodel ziet staan. Of je ziet daar zelf staan, g tot de macht 3 is een half. Want die breuk kan ik nog vereenvoudigen. Maar dit is hoe je eraan komt. De groeifactor krijg je door links en rechts tot de macht 1 derde te verheffen. Ga niet links en rechts door 3 delen, dat is een veel voorkomende fout hier, maar dat doe ik bij lineaire groei. Dan hou ik alleen maar de groeifactor over.
Ik zal ook even aangeven waarom. Als je de macht van een macht hebt, A tot de macht P, tot de macht Q, dan moet je weten dat je de exponenten met elkaar mag vermenigvuldigen. Dus wat krijg je eigenlijk in dit voorbeeld? Je krijgt G tot de macht 3 tot de macht 1 derde. Nou, dat is G tot de macht 3 keer 1 derde. En dat is gewoon gelijk aan G. Dus dat is de reden dat ik hier de groeifactor overhoud als ik dit doe. Nou, dan krijg je een half tot de macht 1 derde. Dat wat ik hier in het rood opschrijf, dat hoef je zelf niet op te schrijven. Maar dat is om een aantal stappen te verduidelijken. En als je dit uitrekent, kom je uit op 0,7937. Ik laat één extra decimaal staan, want je moet het afronden op 3 decimalen. Nou, dan hoef ik alleen naar het vierde decimaal te kijken. En nou, dat wil zeggen dat ik naar boven toe moet afronden. En dan kom je uit op 0,794. Nou, dat is de gevraagde groeifactor in 3 decimalen. Opgave 3. In een discotheek is het geluidsniveau ongeveer 100 decibel. Een verblijf van een paar minuten zonder oordoppen kan dan al gehoorschade opleveren. Nou, dit is dus ook een goede opgave voor de bewustwording. Hè. Realiseer je dat het blootstellen eraan zonder oordoppen heel gevaarlijk kan zijn. Nou, bereken met behulp van de formule T is 8 keer 0,79 tot de macht D min 80 hoeveel gehele minuten je maximaal zonder oordoppen in een discotheek met een geluidsniveau van 100 decibel aanwezig kunt zijn, zonder dat dit gehoorschade oplevert. Nou, dat betekent dat D gelijk is aan 100, want in de formule is D het geluidsniveau. Dus dat betekent dat ik die kan invullen. Nou, dan krijg je T is 8 keer 0,79 tot de macht 100 min 80. In de stap daarna kun je dat natuurlijk uitrekenen. Dit wordt 0,79 tot de macht 20. Nou, als je dit intypt op de rekenmachine, dan kom je uit op 0,07171. Nou, goed opletten, in deze formule is de tijd t in uren. Dus dat wat ik uitreken, dat is in uren. Nou, wij moeten het uitrekenen in minuten, hè? Zelfs in gehele minuten. Dus wat kun je nu doen? Dit is gelijk aan 60 keer deze waarde. Trouwens, tussentijds niet afronden, want het kost je een punt. Nou, je doet dat keer 60 en op het moment dat je dat doet, dan heb je er minuten van gemaakt. Nou, dit is gelijk aan 4,3 minuten. Ook hier laat ik één extra decimaal staan. Want die bepaalt, als ik het afrond op gehele, dat het 4 minuten wordt. Opgave 4. Door het trillen van de lucht hoor je geluid. Deze trillingen die veroorzaken een kleine variatie in de luchtdruk. Deze variatie in luchtdruk dat wordt de geluidsdruk, kleine letter p genoemd. Het is mogelijk om de geluidsdruk te meten en hiermee het bijbehorende geluidsniveau d vast te stellen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de formule die hier staat. In deze formule is kleine letter p de geluidsdruk, gemeten in micropascal. En d, nou, dat is weer het geluidsniveau in decibel. Bereken de geluidsdruk die hoort bij een geluid met een geluidsniveau van 70 decibel. Nou, dan gaan we kijken. Het geluidsniveau, dat is 70 decibel. En het geluidsniveau, dat was de letter D. Dus schrijf hier als eerste op, de waarde van D, die is nu gelijk aan 70. En dan kan ik dat weer in de formule gaan invullen. Nou, nu moet ik de formule dus gelijk stellen aan 70, omdat de letter D staat nu aan de linkerkant. Dat is het linkerlid. Dus je krijgt 20 keer de log van p, min 26,02. En dit moet gelijk zijn aan 70. Nou, dit ga je met de rekenmachine oplossen. Ik ga je dadelijk ook laten zien welke vensterinstellingen ik heb gekozen. Nou, je doet 20 keer de log van x. Alles wat je op de rekenmachine invoert qua letters vervang je door x bij i1. En het rechterlid, die 70, die voer je bij i2 in. Nou, de vensterinstellingen zijn niet verplicht. Ik zal een andere kleur gebruiken, maar dan weet je in ieder geval hoe je het op de rekenmachine kunt vinden. Ik heb deze op 0 ingesteld en deze op 0 en deze op 140. Ik kijk namelijk altijd naar het losse getal. Dat wordt eigenlijk een horizontale lijn op een hoogte van 70. Nou, de enige die altijd wat lastiger te bepalen is, dat is xmax. En dat komt omdat je er eigenlijk het antwoord voor nodig hebt. Nou, het is hier gemeten in micropascal. De waarde die ik aan het uitrekenen ben voor p. Nou, micro, hè, dat geeft eigenlijk al aan dat het iets heel kleins is. Nou, vandaar dat je hier eens een keer wat grotere waardes moet gaan proberen. Ik ben zelf eigenlijk pas goed uitgekomen als ik deze op 100.000 instel. Nou, maak die x-max dus gewoon steeds groter. Dat kan bij deze opgave even geduurd hebben, maar zorg ervoor dat je een snijpunt zichtbaar krijgt.
Nou, dan krijg je hier de optie intersect, dat schrijf je dan even op, of optie snijpunt, dat geeft. En dan kom je uit op x is, even kijken, 63.241,1. Nou, als we naar de vraag kijken, ik moet het afronden op hele duizendtallen. Nou, dat wordt bepaald door de honderdtallen. De 2 staat op de plek van de honderdtallen. Dus als ik het op duizendtallen moet afronden, moet ik naar decimaal daarnaast kijken. En bedenk maar, als ik het op gehele moet afronden, dan moet je ook kijken naar decimaal dat rechts daarnaast staat. Nou, dat betekent dat ik dus kan zeggen dat de waarde van P gelijk is aan 63.000 micropascal. Want die 2 die zorgt ervoor dat ik daaronder moet afronden. Opgave 5. Iemand doet de volgende bewering. Volgens de formule die daar staat geldt, wanneer de geluidsdruk verdubbelt, neemt het geluidsniveau toe met ongeveer 6 decibel. Nou, ik zal het nog even erbij zetten. De geluidsdruk, dat was kleine letter P. En het geluidsniveau, dat was hoofdletter D. Nou, hoe toon je dat nou aan bij dit soort opgaves? Nou, wanneer de geluidsdruk verdubbelt, dan betekent dat dat je eigenlijk niet meer hebt P, maar het dubbele. Dus dat je 2P hebt. Dus ga die 2P's in de formule invullen. Dat kun je op deze manier noteren. Dan krijg je 20 keer de log van 2P min 26,02. Nou, nu is het de bedoeling dat we dit eigenlijk uitdrukken in, ik zal het even met een andere kleur opschrijven, hè, dat we dit in ieder geval uitdrukken in dp. Als ons dat namelijk lukt, hè, dan kan ik eigenlijk bedenken, hè, wat is het verschil tussen d van 2p en dp. En dan moet ik dus uitkomen op die toename van 6 decibel. Nou, dat kan ik doen met de rekenregels voor de logaritme. Als ik namelijk het volgende bedenk, en ze staan ook op het formuleblad, dus dat kun je ook erbij pakken. Als ik de g-log heb van a keer b, en dat heb ik hier, want ik heb hier een product, 2 keer p, dan mag ik er 2 aparte logaritmes van maken. Dat is de g-log van a, nou, en dan plus de g-log van b. Dus dat ga ik hier doen. Omdat er een factor voor staat, moet ik dat wel tussen haakjes zetten. Dus je krijgt de log van 2 plus de log van p. Nou, haakje sluiten en die 26,02 die neem je over. Nou, dan werk ik de haakjes weg. Dan krijg je 20 keer de log van 2 plus 20 keer de log van p. Min 26,02. Nou, dan moet je nu maar eens goed kijken. Hopelijk herken je dat dit stuk hier precies gelijk is aan de formule die hierboven al stond. Dat is letterlijk wat hierboven staat. En dat is gelijk aan dp. Dus dat is wat ik net al zei, dat is wat ik wilde. Dus ik kan dit overnemen. En dan kan ik hier opschrijven plus dp. Nou, en dat betekent dat de toename eigenlijk gelijk is aan die 20 keer de log van 2. Dus de toename is 20 keer de log van 2. Dit kun je op je rekenmachine intypen. Dat is 6,02 enzovoorts. Afgerond op gehele is dat inderdaad gelijk aan die gevraagde 6. Opgave 6. Bij water bottle flipping gooit men een plastic flesje dat gedeeltelijk met water is gevuld in de lucht. Nou, dat is hier aangegeven. Hierbij is het de bedoeling om het flesje in de lucht te laten draaien en op de bodem te laten landen. Ja, dus dat zie je in dit plaatje, hè, dan is het de bedoeling dat het flesje eigenlijk recht naar beneden landt. Nou, 5 studenten natuurkunde van de Universiteit Twente die hebben onderzocht wat de optimale vullingsgraad van een plastic flesje is voor een goede flip. De optimale vullingsgraad, belangrijk, dat is het gewicht aan water dat in het flesje zit, gedeeld door het totale gewicht aan water dat in het flesje zou kunnen, waarbij de flip zo goed mogelijk lukt. Nou, voor het berekenen van deze optimale vullingsgraad hebben ze een formule opgesteld. Nou, die is hier gegeven. Nou, V is die optimale vullingsgraad. W, dat is het totale gewicht aan water in gram dat in een flesje kan. En F, dat is het gewicht van het lege flesje in gram. Ja, want dat heeft natuurlijk ook nog invloed. Ja, dus even goed uit elkaar houden. F, dat is niet het gewicht wat in totaal in het flesje kan. Nee, dat is het gewicht van dat lege flesje, hè, dus wat dat weegt. Nou, een klein leeg plastic flesje weegt 17 gram. Dit flesje kan gevuld worden met in totaal 330 gram water.
Nou, bereken, gebruikmakend van die bovenstaande formule voor VNM, hoeveel gram water in het flesje gedaan moet worden voor de optimale vulling. Nou, dat kunnen we eens gaan berekenen. Nou, dat betekent dat we even goed moeten kijken. Nou, het flesje weegt 17 gram. Nou, dat is de F, want dat is het gewicht van het lege flesje in gram. Dus schrijf als eerste op, kleine f is gelijk aan 17. Kijk ook naar de eenheid. Nou, dat is allebei in gram, dus dat klopt. En in totaal kan er 330 gram water in. Nou, dat is gelijk aan kleine letter W. Dus dan schrijven we hierop en W is gelijk aan 330. Nou, dat betekent dat we M kunnen uitrekenen. Die hebben we nodig in de formule voor V. Dus dat kunnen we hier doen. Dat is 330 gedeeld door 17. Je kunt dit als breuk laten staan en daarmee verder rekenen. Of op de rekenmachine intypen, maar wel met het onafgeronde getal doorrekenen. Nou, dan kunnen we V uitrekenen. Dat is de wortel van 1 plus M. Dus dat is 1 plus die 19,41 punt, punt, punt. En dat moet ik dan delen door die 19,41 punt, punt, punt. En dan moet ik niet vergeten de wortel even goed te sluiten. Geef het altijd duidelijk aan, zodat ook meteen duidelijk is, die min 1, die moet ik niet onder het wortelteken typen. Nou, dit typ ik wel op de rekenmachine in. Dan kom je uit op 0,181. En dit is eigenlijk het gedeelte van de fles dat je moet gaan vullen. Nou, hoeveel gram moet je er dan in doen? Ja, dat heeft natuurlijk te maken met hoeveel gram kan er in totaal in. Dus je moet die 0,181, die moet je nog vermenigvuldigen eigenlijk met de waarde van W. Het totale gewicht dat erin zou kunnen, en dat was 330 gram. Nou, dat typ je in op de rekenmachine, dan kom je uit op 59,8 punt, punt, punt. Gram, zet hier alvast de eenheid erbij. We moeten het op gele afronden, daarom laat ik weer 1 decimaal staan. En ja, dan kom je uit op 60 gram. En dat is hier het eindantwoord. Opgave 7. Nou, we hebben weer dezelfde formule nodig als net, de formule voor V. En er staat een stukje tekst. Veel plastic flesjes die kunnen gevuld worden met in totaal 500 gram water. Nou, dit is alvast belangrijk. En zoals we net zagen bij de vorige opgave, dit is de waarde van W. Voor deze flesjes geldt voor het gewicht in gram G dat nodig is voor de optimale vulling. G is 500 keer V. Nou, voor deze flesjes kan met behulp van bovenstaande formules voor V en M een formule opgesteld worden waarmee G direct berekend kan worden als het gewicht van een leeg flesje F bekend is. Nou, dat geeft deze formule voor G en die moeten we zelf gaan afleiden. Nou, dat doen we als volgt. We gaan weer alles opschrijven wat gegeven is in de tekst. Zoals net al aangegeven, de W is gelijk aan 500. Ik moet ook gebruik maken van de formule G is 500 keer V. Bedenk dat dit de enige formule is waar de letter G in voorkomt. Dus eigenlijk moet ik dadelijk de V hierin gaan substitueren. Nou, we hebben ook een formule voor de V. Dat is de formule die daarboven staat. De wortel van 1 plus M min 1 gedeeld door M. Nou, M is gelijk aan W gedeeld door F. Maar de waarde van W die is nu bekend. Dus daar kan ik van maken dat is 500 gedeeld door F. En deze gegevens die kan ik gaan combineren. Nou, dan pak ik dit hier als hoofdformule. Want de uiteindelijke formule waar ik naartoe moet, die begint met G is. En voor de rest ga ik alles daarin substitueren. Dus je krijgt G is 500 keer V. Nou, V, dat kan ik nu gaan vervangen door de wortel van 1 plus M. Maar je ziet in de uiteindelijke formule ook de M niet staan. Dus die ga ik vervangen door 500 gedeeld door F. Dat kun je gewoon in één stap doen. Je mag het ook als tussenstap doen, maar ik doe het hier in één stap. Die min 1, die neem ik ook weer over. En de noemer, dat wordt ook 500 gedeeld door F, want daar stond ook die hoofdletter M. Voor de leesbaarheid, als je een breuk in een breuk hebt, zou ik er altijd haakjes omheen zetten. En dan voorkom je in ieder geval dat je onnodige fouten maakt. Nou, nu heb ik een getal keer een breuk. Dan zou ik er gedeeld door 1 van maken. En dan kun je vervolgens even kijken. Ik ga trouwens even nog één andere stap doen. Excuses, ik ga even een stap terug. Want ik ga als eerste die breuk wegwerken. Dus ik neem toch nog even die 500 over. En ik maak ervan keer. En nu moet je opletten, dit moet ik wel tussen haakjes zetten. De wortel van 1 plus
500 gedeeld door f, min 1 haakje sluiten. Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde. Ik zal de rekenregel hier even opschrijven. Stel je hebt a gedeeld door b gedeeld door c. Dat is eigenlijk de vorm die we hier hebben, want de noemer dat is ook een breuk. Dat is gelijk aan a keer c gedeeld door b. Dus ik kan het nu vermenigvuldigen met het omgekeerde van die noemer. Nou, dat wordt dus keer f gedeeld door 500. Nou, en in deze stap ga ik wel gedeeld door 1 toevoegen. Want nu ben ik 3 breuken met elkaar aan het vermenigvuldigen. Nou, dan kan ik teller keer teller keer teller doen. Dat wordt 500. Nou, dan plaats ik hiernaast de f. Dat komt omdat de f hier ook vooraan staat. Dan staat die al meteen goed. Keer, haakje openen, de wortel van 1 plus 500 gedeeld door f. Die min 1, die schrijf ik nog even apart op. En dan krijg je hier gedeeld door 500. Nou, je kunt nu gelijke factoren wegdelen. Hier staat 500 en daar staat 500. Ik zou dit zelf nooit doorstrepen. Maar in de volgende stap laat je dan eigenlijk zien dat je die weggedeeld hebt. Nou, dan staat er eigenlijk in de noemer nog keer 1. Dat zou je eigenlijk nog kunnen toevoegen, keer 1. Maar dat wat ik in de teller overhoud, gedeeld door 1. Ja, dat is gewoon dat wat ik in de teller overhoud. Dus dit wordt f keer de wortel van 1 plus 500 gedeeld door f, min 1. Nou, dan ga ik de haakjes uitwerken. Dan krijg je f keer de wortel van 1 plus 500 gedeeld door f. En min 1 keer f, dat is min f. En dat is precies de formule die ik moest aantonen. Nou, dus dat heb ik nu gedaan. Opgave 8. We hebben weer de formule voor v nodig. En daar staat nu, in een grote plastic fles kan meer water ten opzichte van het gewicht van de fles dan in een klein plastic flesje. Hierdoor neemt m toe naarmate de grootte van de fles toeneemt. Nou, de optimale vullingsgraad van een kleine plastic fles die kan vergeleken worden met die van een grote plastic fles met behulp van de afgeleide dv/dm. Nou, even inzoomen op dit stukje. In een grote plastic fles kan meer water ten opzichte van het gewicht van de fles. Dus dat betekent, als ik een grote fles water heb, dan kan er bijvoorbeeld dit gedeelte in. Terwijl als ik een heel klein flesje water heb, wil die goed flippen. Dan moet ik een veel kleiner gedeelte. Dus hier teken ik de streep net iets onder het midden. Hier een heel stuk meer onder het midden. Dat is wat er eigenlijk bedoeld wordt met dit stukje tekst. Nou, schets de grafiek van dv/dm en beredeneer aan de hand van deze schets of de optimale vullingsgraad toeneemt of afneemt naarmate de grootte van de fles toeneemt. Nou, dat kan ik als volgt doen. Daar staat schets de grafiek van dv/dm. Nou, dat betekent dat ik hem in principe gewoon op de rekenmachine mag invullen. Dus je vult in, voer in, I1 is de wortel van 1 plus x, min 1, en dit doe je delen door x. En bij i2, nou, dan gebruik je de optie nderive als je de ti hebt. Dan vul je in ddx, i1 tussen haakjes, en hier vul je in x is x. Nou, hoe heb ik de vensterinstellingen gekozen? Dat zal ik hier ook nog even laten zien. Ik heb de vensterinstellingen als volgt gekozen. Dit van 0 tot 20. En dit van min 0,2 tot 0,5. Nou, dat kan eventjes puzzelen zijn, hè, maar het gaat er in ieder geval om dat je met name I2 zichtbaar krijgt. Nou, vervolgens teken je daar een schets van. Hè, dus ik ga hier even verder. Als ik daar een schets van teken, dan ziet het er als volgt uit. I2 die heeft ongeveer dit verloop. En dus dit is de hellingsgrafiek. Nou, je ziet de hellingsgrafiek, en dat schrijf je dan ook op, de hellingsgrafiek, die is negatief, want die ligt volledig onder de horizontale as, en dat betekent dat v dalend is. Nou, en dat betekent automatisch, als v dalend is, dat de optimale vullingsgraad afneemt als de fles groter wordt. Dus dat kun je ook nog even opschrijven. Dus de optimale
vullingsgraad. Nou, niet het mooiste handschrift, maar je moet het er even mee doen. Die neemt af als de fles groter wordt. Nou, en dan heb je deze vraag beantwoord. Opgave 9. Nou, ik lees eerst de vraag. Onderzoek hoeveel verschillende samenstellingen er voor een drieling bestaan als je let op geslacht en op de drie manieren waarop een drieling kan ontstaan. Nou, die drie manieren die staan hier. Dit is manier 1, dit is manier 2 en dit is manier 3. Nou, een vrouw die bevalt na een zwangerschap meestal van één kind, een meerling, dat zijn twee of meer kinderen die uit één zwangerschap geboren worden. Nou, dat komt van nature weinig voor. Een drieling, dat is een meerling van drie kinderen en een drieling kan op drie manieren ontstaan. Nou, het gaat dus vooral om deze drie manieren. En we moeten nu nagaan op hoeveel verschillende manieren er een samenstelling kan zijn van een drieling. Nou, optie 1, schrijf dat hier ook op die manier op. Nou, uit één eitje, in dat geval, zijn de drie kinderen van een drieling genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht. We spreken dan van een één-eiige drieling. Nou, dan heb je twee opties. Dit is de makkelijkste. Dat betekent dat het alle drie mannen zijn of alle drie vrouwen zijn. Dus dit geeft twee opties. De volgende situatie. Uit twee eitjes. In dat geval zijn twee kinderen genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht. Maar het derde kind is genetisch verschillend en kan dus van hetzelfde geslacht of een verschillend geslacht zijn. Nou, we spreken dan van een twee-eiige drieling. Nou, dat betekent dat ik de volgende opties heb. Je kunt nu ook drie mannen hebben, waarbij eigenlijk dit de tweeling is. En waarbij dit dus het andere eitje is, wat dan ook weer toevallig een man is. Maar nu is het wel mogelijk dat dit twee mannen zijn en dat je hier een vrouw hebt. Nou, dan heb je ook nog de optie dat je hier twee vrouwen hebt en ook een vrouw. Of twee vrouwen en hier een man. Dus dit geeft in totaal vier opties. Nou, dan de derde, uit drie eitjes. In dat geval zijn alle drie de kinderen onderling genetisch verschillend. We spreken dan van een drie-eiige drieling. Nou, ze zijn allemaal verschillend, of ze kunnen allemaal verschillend zijn, maar het kunnen ook alle drie mannen zijn. Dat kan bij die laatste optie ook. Nou, je kunt ook in de laatste stap een vrouw hebben. Dat is eventueel ook nog mogelijk. Bedenk eventjes, ik zal hem hier even opschrijven. Man, vrouw, man, vrouw, man, man. Het gaat om de samenstelling en niet om de volgorde. Dus deze hier, dat zijn geen verschillende opties. Dit is dezelfde optie, die telt eigenlijk dus maar voor één mee. Nou, dat betekent dat ik ook nog deze optie heb. M, V, V. En dat betekent dat je ook zou kunnen hebben V, M, V of VVM. Ik doe ze ook weer even omkader, want dit is ook maar weer één optie. Ik kan me voorstellen dat je hier eventueel nog in de fout zou kunnen gaan bij deze opgave. En de laatste optie is dat je vier vrouwen hebt. Dat betekent dat je hier ook vier opties hebt. Dus het totaal, nou, dat is gewoon de optelling van ze allemaal. Dat is 2 plus 4 plus 4. Nou, misschien dat je deze zelfs op de rekenmachine hebt ingetypt, 2 plus 4 plus 4, want je wil daar natuurlijk geen fouten in maken, zou ik zelf misschien ook nog klaar krijgen. Ja, maar zorg dat je hier echt op 10 uitkomt, want als je dit punt mist, terwijl je 2, 4 en 4 hebt, dat is wel heel erg zonde. Opgave 10. Bij de opkomst van de zogeheten IVF-techniek, eind jaren 80 van de vorige eeuw, werden vaak meerdere bevruchte eicellen teruggeplaatst om de slagingskans van IVF te vergroten. Hierdoor nam in verhouding het aantal 3 pluslingen en een meerling van drie of meer kinderen, ook toe. In 1980 waren in Nederland 180.517 geboorten, waarvan slechts 25 van een 3-plusling. Dat zijn dus drielingen, vierlingen, vijflingen enzovoort. In 1991 waren er in Nederland van de 196.698 geboorten 124 3-plusling geboorten. Nou, je ziet dat het aantal geboorten dus maar ongeveer met 16.000 is toegenomen. En van 25 naar 124 is bijna 5 keer zoveel. Dus qua verhouding is dit wel een heel stuk groter. Bereken met hoeveel procent dit percentage van 1991 is toegenomen ten opzichte van 1980. Nou,
Leuke vraag. We moeten de procentuele toename uitrekenen van percentages. Nou, laat je dan niet door afschrikken. Het valt eigenlijk wel mee als je dit volgt. Wat we als eerste moeten doen, dat is het percentage uitrekenen voor 1980. Je mag ook 1991 als eerste doen, maar ik heb dit liever op deze manier. Nou, dat is niks anders dan 25, het aantal delen, delen door het geheel. 180.517 keer 100%. Nou, dan reken ik het percentage uit, dus 0,013 enzovoort. Procent, niet afronden, dus werk met z'n drie van die puntjes. Nou, dat was het percentage 3 pluslingen. Nou, dit kunnen we ook uitrekenen voor 1991. Dat is 124 gedeeld door 196.698 keer 100%. Nou, dat is 0,063. Nou, en voor een procentuele toename, dan kan ik gewoon nieuw min oud gedeeld door oud keer 100% gebruiken. En dus nieuw min oud gedeeld door oud keer 100%. Het oude bedrag, dat is natuurlijk dan van 1980. Want daar vergelijk ik het mee. En het nieuwe bedrag, dat is dan dat van 1991. Dus dit is gelijk aan 0,063 min 0,013. Werk echt met de onafgeronde getallen door. Nou, dat deel ik door 0,013. En dat doe ik keer 100%. Nou, dan zie je, dat is 355,1 enzovoorts procent. Dit komt uit op 355%. En als je dan denkt, ja, dat is dan ongeveer 3,5 keer zoveel. Hoe kwam je dan net aan dat het ongeveer 5 keer zoveel was? Hè? Toen ik zei van 25 naar 124, dat is ongeveer 5 keer zoveel. Nou, een toename van 355%. Hè, je moet bedenken, je had al 100%. Daar komt 355% bij. Dus dan kom je op 455% uit. En als je dat op elkaar deelt, hè, die 455% gedeeld door 100%, dan kom je uit op 4,55. Ja, dus dit zit ongeveer bij die 5 die ik net aangaf in de buurt. Ja, het is niet precies 5, omdat er hier ook een stijging is geweest. Ja, dus dit eventjes als je dat zou afvragen. Opgave 11. Nou, we zijn denk ik aanbeland bij de vraag van dit examen die de minste mensen in Nederland helemaal goed gaan hebben. Dat komt omdat het best wel eventjes een totaal andere invalshoek is die je moet nemen dadelijk. Dus let goed op. We moeten een directe formule gaan opstellen voor Pn. Hier is een recursieve formule gegeven. Nou, geef deze in de vorm Pn is b keer r tot de macht n. Nou, er staat hierboven een stuk tekst. Ik ga het toch even doorlezen. Algemeen wordt aangenomen dat de grootste meerling die op natuurlijke wijze kan ontstaan een negeling is. Nou, ga er maar aan staan. De Duitse onderzoeker Helen die voorspelde in 1995 het volgende voor meerlingen bij natuurlijke zwangerschappen. Gemiddeld 1 op de 89 geboorte, dat is de geboorte van een tweeling. Nou, 1 op de 89 kwadraat van een drieling, 89 tot de macht 3 bij een vierling. En bij een negeling dus 89 tot de macht 8. Nou, dit werd later door andere wetenschappers de wet van Helen genoemd. De getallen 1 op de 89, 1 op de 89 kwadraat enzovoorts in de wet van Helen, die vormen een rij. Nou, deze rij die kan worden gebruikt om een formule op te stellen voor de rij Pn, waarbij Pn het percentage n-ling geboorte ten opzichte van het totaal aantal geboorten is. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat is nou de rij waar ze het hier over hebben? Nou, dit is nog niet nodig om de opgave te beantwoorden, maar wel om hem wat beter te begrijpen. Je krijgt dus de volgende rij getallen. 1 op 89 kan je schrijven als 1/89ste. Nou, dit in het kwadraat. En op deze manier gaat het natuurlijk verder. Nou, dan staat er vervolgens hier die recursieve formule. En Pn, wat staat er hier? Pn, dat is het percentage n-ling geboorte ten opzichte van het totaal aantal geboorten. Nou, we kunnen deze recursieve formule kunnen we gaan gebruiken. En daar staat P2, dat is eigenlijk de beginwaarde. Dat is gelijk aan 100 gedeeld door 89. Dat wil dus eigenlijk zeggen, dit is het percentage van de geboorte wat een tweeling is.
Nou, waar komt die 100 gedeeld door 89 nou vandaan? Nou, bedenk even het volgende. De kans op een tweeling is 1/89. Ja, dus als ik dit zo intyp op de rekenmachine, krijg je een kommagetal uit. Hoe maak ik daar een percentage van? Door keer 100% te doen. En dit kun je combineren tot 198ste. Ja, waarbij je het op deze manier opschrijft. Of je schrijft op 100 gedeeld door 89, waarbij je antwoord in procenten is. Dus dat had je misschien niet door, maar dit is hoe je daaraan komt. Nou, dan reken ik bijvoorbeeld P3 uit door te zeggen dat is 1/89ste keer P2. Want als ik naar de index kijk, hier staat een n, hier staat n min 1. Nou, dus die 3, dan moet ik er eentje van afhalen, dit is P2. Dus je krijgt hier 1/89ste keer 189ste. Nou, en zo werkt die recursieve formule. Nou, nu moeten we een directe formule opstellen. Nou, dat werkt in ieder geval als volgt. Nu ga ik de vraag correct beantwoorden. Pn, nou, het gaat hier even kijken om een meetkundige rij. We hebben dus een groeifactor en daar gebruiken we de letter R voor. Dus je krijgt Pn is B keer R tot de macht n. Nou, R, waar is die groeifactor gelijk aan? Nou, dat is gelijk aan die 1/89ste. Want bij de recursieve formule hebben we ook un is r keer un min 1. Dit is eigenlijk ook altijd de groeifactor. Dus ja, deze is je hopelijk nog gelukt. Dus je krijgt pn is b keer 1/89ste tot de macht n. Maar ja, hoe ga je nu de waarde van b uitrekenen? Nou, ik had het in eerste instantie gedaan door terug te rekenen. Maar toen bedacht ik dat ik toch wel een iets mooiere manier nog gevonden had. Want wat moet er namelijk gelden? Er moet gelden dat als ik in deze formule voor de n 2 invul, dat daar die 189ste uitkomt. Want die waarde die hier staat, die moet ook bij de directe formule eruit komen. Dus deze twee, die kun je gaan combineren. Nou, dat betekent het volgende. De letter n, die ga je vervangen door 2. Dus hier ga ik dat vervangen door 2. En de uitkomst, dat wat eruit komt, ik zal er even een andere kleur voor gebruiken. Dat is 189ste. Daar ga je de pn dan door vervangen. Dus je krijgt b keer 1/89ste. Dit doe ik tot de macht 2. Dit moet 100 gedeeld door 89 zijn. Nou, waar is de waarde van b dan gelijk aan? Nou, dat is gelijk aan 189ste. Gedeeld door 1/89ste in het kwadraat. Nou, je kunt het helemaal gaan omwerken en ja, proberen uit te rekenen. Maar je kunt het gewoon in één keer op deze manier op de rekenmachine intypen. En dan kom je uit op 8900. Nou, en dan zijn we er. Dus Pn is gelijk aan 8900 keer 1/89ste tot de macht n. Nou, ik zet het even tussen haakjes erachter met als voorwaarde dat de waarde van n groter moet zijn dan 2. Zo staat het ook in het correctiemodel. Dit is niet verplicht, maar het is wel netjes om erbij te zetten, want voor P1, P0 geldt deze formule niet. Opgave 12. Er zijn tegenwoordig wetenschappers die aannemen dat bij een natuurlijke zwangerschap gemiddeld 1 op de 80 geboorte de geboorte van een tweeling is. Je ziet dat die kans dus al gestegen is, want het was eerst 1 op de 89. Dat heeft dus ook te maken met die IVF-behandeling. In een eerdere opgave hebben we het daarover gehad. Nou, 1 op 80 kwadraat, de geboorte van een drieling. 1 op 80 tot de macht 8, de geboorte van een negeling. We nemen hierbij aan dat de grootst mogelijke meerling een negeling is. Nou, bereken hoeveel procent van de geboorte in dat geval de geboorte van een eenling is. Geef je antwoord in 1 decimaal. Waar is het percentage eenlingen gelijk aan? Ik zou het even op deze manier opschrijven. Je zou nu een formule kunnen opstellen, het op de rekenmachine kunnen intypen en dan in één keer ook het antwoord geven. Maar ik denk voor de meeste mensen dat het meer tijd zal kosten om dat te doen dan ja, de techniek te hanteren die ik nu ga doen. Dus ik ga het anders doen. Ik ga bedenken. In totaal moet je op 100% uitkomen. Dus wat ga ik ervan afhalen? Het percentage van de negelingen, het percentage van de achtlingen, deze moet ik overigens wel allemaal bij elkaar optellen, plus helemaal uiteindelijk tot en met die 2. Want dit kan ik relatief makkelijk uitrekenen. Waar is dit namelijk gelijk aan? Nou, wat was het percentage van de negelingen?
Nou, je ziet hier bij de negelingen, zie je een kans van 1 op de 80 tot de macht 8 staan. Nu moet je alleen even goed opletten. Dat is hetzelfde wat ik in de vorige opgave heb uitgelegd. 1 gedeeld door, ik zal even een andere kleur pakken. 1 gedeeld door 80 tot de macht 8, dat rekent de kans uit. Maar als ik daar een percentage van wil maken, dan moet ik dat keer 100 doen. Dus dan wordt het 100 gedeeld door 80 tot de macht 8. Je moet er namelijk uiteindelijk wel een percentage uit krijgen. Dus je krijgt hier 100 gedeeld door 80 tot de macht 8 plus 100. Ik zou deze wel helemaal opschrijven, plus 100. En dat is dan misschien iets meer werk dan dat je het lukt om die rij op te schrijven. Maar van de andere kant, als je met die opstellen van de rij, ik zeg maar iets, 5 à 10 minuten bezig bent en misschien zelfs nog een fout erin maakt, ja, dan ben je nog verder van huis. En dus dan is het maar eventjes wat schrijfwerk. Je ziet als ik er een beetje zo doorheen praat, dan valt het allemaal mee. Nou, je moet dus uiteindelijk eindigen bij 80 tot de macht 1. Dus ik had dat haakje nog niet moeten sluiten. Dan zie je dat het toch niet zo handig was met er doorheen praten. Nou, dit typ je in één keer op de rekenmachine in. En dan kom je uit op 98,73%. Nou, dat rond ik af op 1 decimaal. Die 3 geeft aan dat ik naar beneden moet afronden. Dus dit wordt 98,7%. Opgave 13. De laatste tientallen jaren is het in Nederland voor veel weidevogels lastiger geworden om geschikte broedplaatsen te vinden. Dit komt doordat landbouwgrond steeds intensiever en gevarieerder wordt gebruikt. En doordat steden voortdurend verder uitbreiden. Graslanden is het voornaamste broedgebied voor weidevogels. Uit een onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat in de jaren vanaf 1990 tot en met 2014 ruim 150.000 hectare grasland verloren is gegaan. En dat was een daling van 14%. Nou, nu moeten we berekenen hoeveel hectare grasland er nog was in Nederland in 2014. Geef je antwoord in duizenden hectares. Nou, er staat hier een afname van 150.000 hectare. Nou, en dit komt overeen met die 14% afname. Dus dit is eigenlijk 14%. Nou, bedenk nu het volgende. In 1990, hè, dat is waar we het mee vergelijken. Hè, er is ten opzichte van 1990 is er 150.000 hectare grasland verloren gegaan. Dus dit hier is 100%. En wat houd ik dan over voor 2014? Ja, er is 14% vanaf gegaan. Dus ik houd hier 86% over. En dan kan ik dus uitrekenen wat het aantal in 2014 is. Want 150.000, dat was 14%. En ik moet 86% hebben. Dan deel ik het eerst door 14. Dan heb ik 1%. Dan doe ik het keer 86. Want dan kom ik wel uit op die 86%. Nou, en dat geeft het aantal hectare in 2014. Dat is, dan moet ik even goed kijken, 921.428,5. Ik laat maar 1 extra decimaal staan. We moeten afronden op, even goed kijken, duizenden hectare. Nou, dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik hier goed moet kijken naar die 4, want die staat op de plek van de honderdtallen. Nou, ik moet naar onder afronden, dus dit wordt 921.000 hectare. Je mag eventueel ook dat in woorden opschrijven. Je mag ook opschrijven dat is 921.000 hectare. Nou, dat wordt in ieder geval allebei goed geteld. Opgave 14. Een van de weidevogelsoorten die het meest in aantal is afgenomen, dat is de vuilleeuwerik. In de jaren vanaf 1990 tot en met 2000 bleef de procentuele afname per jaar ten opzichte van het jaar ervoor nagenoeg gelijk. Dit gold ook voor de jaren vanaf 2001 tot en met 2005. Nou, in figuur 1 zijn deze jaarlijkse procentuele afnames voor deze twee periodes weergegeven. Nou, dat is gedaan voor de 3 verschillende soorten gebieden, de duingebieden, de heidegebieden en de agrarische gebieden. In de figuur is bijvoorbeeld te zien, nou, dit is trouwens handig dat ze dat doen, dan kun je controleren of je het figuur snapt. In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat in de jaren vanaf 2001 tot en met 2005, dan moeten we kijken naar het donkergrijze vakje, het aantal vuilleeuweriken in de duingebieden jaarlijks met 7,8% afnam. Dus ik moet kijken naar dit stukje van de grafiek. En als je dat erboven afleest, hier zit min 5. Nou, één hokje naar links, dat is min 6, dan min 7. Nou, dit zou je met de geodriehoek precies kunnen opmeten. Dan kun je ook
ja, zo goed mogelijk ja, schatten wat deze waarde is, zodat je binnen de afgrondmarge valt. Nou, nu staat er, bereken met behulp van figuur 1 hoeveel procent minder veldleeuwerikken er in de duingebieden waren in 2005 ten opzichte van het aantal in 1989. Geef je antwoord in gehele procenten. Nou, dan ga ik als eerste de percentages achterhalen, want wat is er nou jaarlijks gebeurd? Nou, in de periode van 1990 tot 2000 moet ik dat zelf nog gaan aflezen. Nou, dat is deze waarde aflezen. Eén hokje daarnaast, dat is min 9. Het zit net iets links van het midden. Dus je komt uit, als je, ja, als je dat ook correct hebt opgemeten, op min 9,6%. Dat is dus de jaarlijkse afname. Maar hier kan ik dadelijk niet mee gaan rekenen. Ik heb de groeifactor nodig. Nou, hoe kan ik nou naar de groeifactor toe? Dat zal ik hierboven ook even nog kort uitleggen. Stel, pak ik even een makkelijker getal. Je gaat naar de winkel en een broek is afgeprijsd. Er is 10% korting. Hoe kan ik dan uitrekenen waar ik het bedrag mee moet vermenigvuldigen? Nou, je had altijd al 100%. Dat is waar het vanaf gaat. Dus dan hou je nog maar 90% over. Procent betekent gedeeld door 100. Dus je kunt delen door 100%. En dan kom je uit op 0,9. En diezelfde stappen, die ga ik hier ook doen. Dus de groeifactor, dat is hier niks anders dan... Ik zal het hier even ook in een andere kleur opschrijven... Min 9,6% plus 100%, dat moet ik eerst doen. En daarna ga ik het nog delen door 100%. Ik zet hier eventjes haakjes omheen, want als ik de rekenvolgorde hier niet manipuleer, doet hij eerst 100% gedeeld door 100% en dat wil ik niet. Nou, reken dit maar voor jezelf na, dan kom je uit op 0,904. Nou, dit heb ik ook nodig voor de periode 2001 tot en met 2005... Nou, maak hier gebruik van het percentage dat al gegeven was. Dan kun je daar al geen fout in maken. Nou, ik kan op dezelfde manier als hierboven ook naar de groeifactor toe. Probeer het maar eens voor jezelf. Ik ga nadat je uitkomt op 0,922. Nou, dan is het nog belangrijk om te bedenken. Het aantal van 1989. En dan moet ik niet 18 opschrijven. Dus dat doe ik even opnieuw. 1989, dit stellen we gelijk aan 100%. Nou, dus wat geldt er nu eigenlijk? We zijn begonnen met 100% en nu ga ik met de groeifactor vermenigvuldigen. Nu moet je even opletten, we beginnen in 1989 en we gaan naar 1990. 1990 is het eerste jaar hier waarvoor ja, eigenlijk die procentuele afname geldt. Dus hoe kom ik hier? Door te vermenigvuldigen met 0,904. Nou, nu kun je voor jezelf eventjes gaan natellen van tussen 1989 en 1990. Daar zit één jaar tussen. Nou, we moeten uiteindelijk helemaal van 1990 nog naar 2000 toe. Dus nu moet ik eigenlijk kijken hoeveel jaar zit er tussen 1989 en 2000. Nou, daar zit in totaal 11 jaar tussen. Dus je moet hier tot de macht 11 doen. Ja, dus ik hoop niet dat je tot de macht 10 hebt gedaan, want als je 2000 met 1990 doet, kom je op 10 uit. Dan moet je dus altijd heel goed opletten bij dat soort vragen. Dit moet geen is-teken zijn, maar dit moet een keerteken zijn. Excuses. Ja, dat is, ik zal het even erbij zetten. Dit moet een keerteken zijn. Want we moeten gaan vermenigvuldigen met die groeifactor. Nou, dan ook nog met 0,922. Nou, wat je dus feitelijk moet doen is 2000 min 1989. En... bij die 0,922, dat geldt voor de jaren 2001 tot en met 2005. Kun je op, ook op je hand met me meetellen. 2001, steek je de duim omhoog. Nou, dan krijg je 2, 3, 4, 5. Dan heb ik alle 5 de vingers omhoog. Dus je moet hier gewoon tot de macht 5 doen. Nou, dan krijg je 21,95 uit. Je kunt hier overigens ook even bijzetten. Dit was procent. En dan kom je hier ook meteen in procenten uit. Er is nog maar 21,95 enzovoorts over. Dus, wat is er nou van afgegaan? He, want het gaat erom, even kijken hoeveel procent minder is dat nou. Dus dan moet je dat juist van die 100% afhalen. En als je dat doet, dan kom je uit op 78,04 enzovoorts procent. Dus afgerond op 1 decimaal.
Overigens, we moeten het op gehele procenten afronden. Dus 78,0 was hier voldoende geweest. Maar afgerond op gehele, dan moet ik naar die 0 kijken, geeft dat 78%. Nou, en dat is vraag 14. Opgave 15. In figuur 2 zie je voor heel Nederland hoe het percentage veldleeuwerikken zich in de jaren vanaf 90 tot en met 2014 ontwikkelde ten opzichte van het totaal aantal veldleeuwerikken in 1990. We zien zelfs als je in het figuur kijkt dat dat hier op 100% gesteld wordt. Dus je gaat eigenlijk alles vergelijken met wat het in 1990 was. We voeren de variabelen P en T in. P, dat is het percentage veldleeuwerikken ten opzichte van het totaal aantal veldleeuwerikken in 1990. En T, dat is de tijd in jaren, met T is 0 in het jaar 1990. Dus hierbij hoort T is 0. Ondanks de schommelingen kan het verband tussen P en T in de jaren vanaf 1990 tot en met 2005, dus vanaf hier 1990 tot en met 2005, goed benaderd worden met een meetkundige rij. Nou, uit figuur 2 valt af te lezen dat het totaal aantal veldleeuwerikken in Nederland in 2005 nog maar 40% was. En als ik hier bij 2005 ga aflezen, dan kom je inderdaad op 40% uit. Nou, stel met behulp van dit gegeven een recursieve formule op voor de rij. Geef de getallen in je antwoord zo nodig in 3 decimalen. Nou, dan kan ik het volgende doen. We moeten een recursieve rij opstellen. Nou, het is hier een meetkundige rij. Even kijken, waar stond ook alweer? Ja, dat stond hier, een meetkundige rij. Nou, we werken hier met de letter P, dus de meetkundige rij die gaat telkens deze vorm krijgen, Pn. Is R keer Pn min 1. Nou, in deze opgave zou ik met P0 werken, want er staat hier T is 0 in het jaar 1990. En het percentage in het jaar 0, dat moet gelijk zijn aan 100. Dus dat is waarschijnlijk alvast het eerste punt wat je hier te pakken hebt. Nu moeten we de waarde van R achterhalen. We moeten dus eigenlijk de groeifactor achterhalen. Nou, bedenk het volgende. Het gaat om een periode van 15 jaar. He, dus ik zou eigenlijk als tussenstap dit kunnen opschrijven. Je begint met 100%. Nou, dat ga je vermenigvuldigen met de R. Dat ga je nog een keer vermenigvuldigen met de R. En hoe vaak ga je dit doen? Nou, van 1990 tot en met 2005. Nou, dat is een periode van 15 jaar. Je moet, de eerste stap is van 1990 naar 1991. En zo kun je doortellen. Nou, dan kom je op 15 stappen uit. En dit moet een percentage geven van 40%. Dus je krijgt R tot de macht 15. Dat is 40 honderdste, oftewel 0,40. Nou, ik zet dit even tussen haakjes. Dit is niet verplicht. Mag je wel opschrijven. Bij het correctiemodel zul je eigenlijk deze stap als eerste zien. Nou, hoe kun je de waarde van R uitrekenen? Dat hebben we al bij een eerdere opgave gezien. Door links en rechts tot de macht 1 gedeeld door die exponent te verheffen. Dan houd ik hier alleen maar de R over. Want bij de macht van een macht mag ik de exponenten vermenigvuldigen. 15 keer 1 vijftiende, dat wordt gewoon 1. En hier houd ik over 0,40 tot de macht 1 vijftiende. Nou, dat kun je uitrekenen. Dan kom je uit op 0,9407 enzovoort. Nou, en dit moet ik uiteindelijk afronden om 3 decimalen. Dus laat ik dat hier alvast doen. Dan krijg je 0,941. En dan is het alleen nog maar een kwestie van invullen. Dus Pn is gelijk aan 0,941 keer Pn min 1. En voor de zekerheid schrijf ik dit nog even erbij met P0. Is gelijk aan 100. Opgave 16. Nou, lees de tekst eventjes voor jezelf door. Ik ga direct naar de vraag. Wat moeten we hier namelijk doen? Beredeneer aan de hand van deze formule. Even kijken. Dus zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden. Hoe groot deze grenswaarde is. En er staat het gewicht van een jonge veldleeuwerik, die heeft een grenswaarde. Nou, als we naar deze formule kijken, hoe kan ik daar de grenswaarde bepalen? Nou, door te beginnen met deze zin, voor grote t. We hebben 2 verschillende zinnen. Als t toeneemt, daarmee kan ik aantonen of een formule stijgend of dalend is. Bij de grenswaarde moet je beginnen met voor grote t. Nou, en dan moet ik niet kleine letter t opschrijven, ik moet letterlijk een grote t opschrijven, want in de formule hier staat ook een grote t. Voor grote t, nou, wat geldt daar? En dan ga je in de formule kijken, en ja, normaal bouw je dat met één stapje uit, hè, dan
krijg je t keer min 0,307. Ja, daar kun je eigenlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Vandaar dat je net een stap verder moet kijken. Dus je begint eigenlijk te kijken, waar staat die t? En je gaat het steeds een stapje uitbreiden. Nou, hier krijg je keer t. Op het moment dat je voor t een heel groot getal invult, en ik adviseer je dat op de rekenmachine te doen, typ maar eens in e tot de macht min 0,307 keer 1000. Als het goed is, krijg je of 0 uit, of dan krijg je met de wetenschappelijke notatie, hè, dan zie je staan e tot de macht min, ik zeg maar iets, een heel groot getal. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de komma heel veel plekken naar links moet verschuiven, dan krijg je in ieder geval een heel klein getal uit. Dit is in ieder geval ongeveer gelijk aan 0. Zolang je t steeds groter gaat maken, kom je steeds dichter bij 0 in de buurt. Nou, dan is, en dan gaan we een stap uitbreiden, dan is 1420 keer diezelfde e-macht. Ja, als je 0 vermenigvuldigt met 1420, ja, dan blijft dat ongeveer 0. Dus dit is dan ook ongeveer gelijk aan 0. Dan is 1 plus die 1420 keer de e-macht. Dit is niet ongeveer gelijk aan 0. Nee, je moet bedenken dat dit stukje hier, dit is ongeveer gelijk aan 0. En dit is 1 en dan plus. Dus dit is dan ongeveer gelijk aan 1. Dus het is niet zo dat er dan altijd automatisch 0 uitkomt. Hè? Wel blijven nadenken. Dan is, nou, dan bouw ik hem weer een stapje uit. Nou, dan kan ik die 22 erbij betrekken. 22. Gedeeld door 1 plus 1420 keer e tot de macht 0,307. Zorg ervoor dat je dit netjes opschrijft, en daar wil je geen fouten in maken. Dit is dan ongeveer 22 gedeeld door 1. Nou, dat is 22. Nou, en dan de laatste stap. Dan is, en dan moet ik nog een keer die hele breuk opschrijven. Nou, dan doen we dat. 1 plus 1420 keer e tot de macht min 0,307. Keer t. En in de laatste stap staat er hier ook nog plus 9. Nou, dan moet ik er nog 9 gewoon bij optellen, want de uitkomst van die breuk is ongeveer 22 plus 9. Dat is 31. Dus de grenswaarde, die heb ik. Schrijf dit wel even op deze manier op. De grenswaarde, die is 31. En je mag er eventueel de 1 in bijzetten, maar dat hoeft niet per se. Opgave 17. Nou, nieuwe stuk tekst, boven vraag 17. Het gewicht van jonge veldleeuwerikken die neemt in het begin steeds sneller toe naarmate de tarsuslengte toeneemt. Op een bepaald moment is deze toenamesnelheid maximaal. Bereken met behulp van de formule van de afgeleide van g de maximale toenamesnelheid van het gewicht. Nou, dat moeten we geven in grammen per millimeter in 1 decimaal. Nou, dus we moeten gaan differentiëren. Nou, dat betekent dat ik g accent ga bepalen. En als je hier goed naar kijkt, dan zie je dat het een som is van een breuk en een los getal. Nou, de afgeleide van het losse getal, dat vervalt gewoon, dus daar hoef ik niks mee te doen. En bij die breuk houd ik eigenlijk het volgende in mijn achterhoofd. Dat is een quotient, dus ik gebruik de quotientregel. Nat min tan, gedeeld door n kwadraat. Twee dingen waar je op moet letten. De teller moet in deze volgorde, je mag dus niet tan min nat doen. Want dan kom je op wat anders uit, omdat er een min tussen staat. En op het moment dat de noemer of de teller uit meerdere termen bestaat, en dat is hier bij de noemer het geval, plaats dat dan altijd tussen haakjes. Nou, waar is g accent gelijk aan? Nou, de noemer, die neem ik over, daar doe ik niks mee. Dus dan krijg je 1 plus 1420 keer die e-macht, e tot de macht min 0,307 keer t. Dat is hem. En de afgeleide van de teller, die differentiëring naar de afgeleide van 22, dat is 0. Nou, dat is mooi, dan gaat dat dadelijk alvast wegvallen. Min de teller, die neem ik over, keer de afgeleide van de noemer. Nou, als ik ga kijken naar de afgeleide van de noemer, dan mag je eventueel met een tussenstap werken. Je kunt dat tussen vierkante haken zetten. Dan neem ik de noemer eigenlijk gewoon over. 1 plus 1420 keer e tot de macht min 0,307 keer t. Dan doe ik die vierkante haak sluiten en dan zet ik daar eigenlijk zo'n streepje boven. Dat is hetzelfde als dat streepje wat ik hier heb gezet bij g-accent. Daar geef ik eigenlijk mee aan dat ik dat nog moet differentiëren. Nou, dan doe je dit delen door de noemer in het kwadraat.
Je hoeft dat niet tussen die vierkante haken te zetten. Maar het voordeel is dat je dit nu eventueel op een kladblaadje kunt opschrijven. Apart even de afgeleide kunt uitrekenen en het dan in de volgende stap kunt opschrijven. Dus dat is eigenlijk meer een hulpmiddel. Maar het is niet verplicht. Je mag daar ook al direct de afgeleide opschrijven. Dus dit is dan de noemer. Die krijg je dan in het kwadraat. Nou, in de volgende stap, dan geldt dat hele stuk, wat ik eventjes zal omkaderen. Dit hele stuk, dat is een vermenigvuldiging met 0. Dus dat valt netjes weg. Nou, dat scheelt al. Dus wat hou je over? Je krijgt min 22 keer. Nou, de afgeleide van die functie die tussen de haakjes staat, de afgeleide van 1, nou, dat is weer 0. Dus ik hoef alleen maar naar die e-macht te kijken. Nou, de factor 1420 die neem ik over. Hè? De afgeleide van een e-macht is gewoon zichzelf. Dus ik neem eigenlijk gewoon letterlijk alles over. Maar je moet denken aan de kettingregel. Want bij de e-macht staat ook nog een functie in de exponent. En de afgeleide van die functie is min 0,307. Dus daar moet je wel mee vermenigvuldigen. Dit ga ik delen door 1 plus 1420 keer die e-macht. Ik neem er even die noemer over. Keer t in het kwadraat. Nou, nu zou ik nog één stap doen voordat je de rekenmachine erbij pakt. Al die factoren in de teller, nou, daar kan ik de getallen naast elkaar plaatsen. Dus ik typ op de rekenmachine in. Min 22 keer 1420 keer min 0,307. Nou, en dan kom je uit op 9590,68. Nou, keer e tot de macht min 0,307. Keer t gedeeld door die noemer. Nou, dat scheelt me dadelijk al een klein beetje typewerk. Dit is overigens ook weer niet verplicht. Maar dit heeft mijn voorkeur, zodat ik op de rekenmachine dadelijk iets minder hoef in te voeren. Nou, dit is de afgeleide. Nu ga ik hem invoeren op de rekenmachine. Voer in i1 is. Nou, dan ga ik het nog een keer opschrijven. 590,68. Keer eten te mag min 0,307. Goed opletten, hier moet je met een x gaan werken als je het op de rekenmachine intypt. En hier krijg je 1 plus 1420. Ook weer keer die e macht. Nou, daar schreef ik iets te snel. Dit moet 307 keer x zijn. Even goed opletten, hè, dat die x steeds bij de exponent erbij staat. Zo moet je hem ook erbij typen. Hier in het kwadraat. Nou, de vensterinstellingen die zal ik hier even opschrijven. Die zijn niet verplicht, dus ik gebruik een andere kleur. Ik heb dit gekozen van 0 tot 50. En ik heb dit gekozen van 0 tot 2. Nou, op het moment dat je dat doet, kan weer even een beetje puzzelen zijn hoe je hier aan komt. Dan zie je dat de grafiek er zo uitziet. Nou, en we zijn geïnteresseerd in de maximale toenamesnelheid. Deze grafiek geeft de toenamesnelheid weer. En die is in dit punt maximaal. Dus we moeten optie maximum gebruiken. En de y-coördinaat, dat is dan het antwoord. Want het gaat over de toenamesnelheid. Nou, dus nu kun je optie maximum gebruiken. Optie maximum punt geeft x is gelijk aan 23,64. En y is gelijk aan 1,68. Ik laat het hier op 2 decimalen staan, want we moeten het antwoord geven in grammen per millimeter. Nou, dit is eigenlijk het antwoord in centimeters. Dus, zoals ik net zei, we moeten naar de y-waarde kijken. Dan krijg je 1,7 gram per millimeter. Nou, en dat is hier het eindantwoord. Opgave 18. Nou, lees eerst even de tekst zelf door, want het is best wel veel tekst. Ik ga meteen naar de vraag. Stel met behulp van de gegevens van de 21 en 28-jarige spelers een formule op voor het gemiddelde jaarsalaris S in duizenden dollars, dat is even belangrijk, van honkballers van T jaar oud. Geef die getallen in je antwoord zo nodig in 3 decimalen. Nou, uit de figuur blijkt dat het salaris tussen de 21 en 28 jaar nagenoeg exponentieel toeneemt. Dus we gaan kijken naar 21 en naar 28. Dan zie je ook dit stuk grafiek. Ja, dat hoort inderdaad. Hè, dat zou heel goed kunnen horen bij exponentiële groei. In de grafiek kun je bijvoorbeeld aflezen dat honkballers van 21 jaar gemiddeld 0,4
miljoen dollar per jaar verdienen. Nou, als ik dat ga aflezen bij 21, kom je hieruit. Nou, dat is gelijk aan 400. En dit is het jaarsalaris in duizenden dollars. Dus dit is dan 400.000. En dat is hetzelfde als deze 0,4 miljoen. En zo lees je bij 28 hier een waarde af van 2600. En dat is dan die 2,6 miljoen. Nou, met behulp van die gegevens moet ik de formule op gaan stellen van dit exponentiële verband. Nou, dan zou ik als eerste beginnen, wel even met de goede letters. S is B keer G tot de macht T. Denk aan de standaardformule voor exponentiële groei. I is B keer G tot de macht X. Of N is B keer G tot de macht T. En we werken nu met de letter S, want dat staat gegeven in de opgave. Nou, waar is de groeifactor gelijk aan? Daar gaan we mee beginnen. Je moet even opletten, we rekenen S uit in duizenden dollars. Dus S moet een antwoord geven in duizenden dollars. Als ik dan ga kijken naar die 0,4 miljoen dollar, dat was 400.000. Dan moet ik daarbij rekenen met 400. Want als ik dat als antwoord uitkrijg, moet ik bedenken, oh, dit is dan in duizenden dollars. En dan is 400 gelijk aan 400.000. Dit moet ik gaan vermenigvuldigen met de groeifactor. Nou, dat moet ik niet één keer doen. Nou, hoe vaak moet ik dat doen? Nou, tussen 21 en 28, daar zit 7 jaar verschil in, dus dat moet ik 7 jaar doen. En dan moet je uitkomen op 2600. Dat is die 2,6 miljoen dollar. Als je dat omrekent, hè, dan is dat eigenlijk 2.600.000. En als je daar dan die 1000, dus dat is eigenlijk 2600 keer 1000. Nou, dan moet je die 1000 daar ook weer weglaten. Dit geeft het volgende. Ik zet dit even tussen haakjes, want dat is niet verplicht. G tot de macht 7. Dat is dan gelijk aan 2600 gedeeld door 400. Nu kun je links en rechts tot de macht 1 zevende verheffen. Nou, dat is al de derde keer dit examen dat we dit moeten doen. Dan krijg je G is gelijk aan 2600 gedeeld door 400 tot de macht 1 zevende. En als je dat uitrekent, kom je uit op 1,3065. We moeten het allemaal zo nodig geven op 3 decimalen. Vandaar dat ik hier 4 decimalen laat staan. Nou, dan kan ik zeggen, dus S is gelijk aan B keer die 1,3065 punt, 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 tot de macht T. En de B kan ik bepalen door één van die twee punten in te vullen. Ik heb er zelf voor gekozen om de leeftijd 21 te pakken. En daar moet een aantal uitkomen van 400. Let op, in deze formule is T eigenlijk ook het aantal jaren dat je oud bent. Dus je moet ook letterlijk 21 invullen in die formule. En dan reken je daarmee de waarde van S uit. Nou, dan krijg je B keer 1,3065 tot de macht 21. Als je dit doet, dan moet je uitkomen op 400. Ik zal het even hier ertussen proppen als het ware. En waar is de B dan gelijk aan? Nou, goed opletten dat wat hier staat, dat is eigenlijk niks anders dan een getalletje. Stel er had gestaan, B keer 10 is 400. Hoe had je dan de waarde voor B uitgerekend? Ja, links en rechts door 10 gedeeld. Dus nu moeten we links en rechts door het omcirkelde getal als het ware delen. Dus de B is gelijk aan 400 gedeeld door 1,3065. Tot de macht 21. Als dit nog op je rekenmachine erin staat, dit getalletje voor de groeifactor, dan kun je dat heel makkelijk nu uitrekenen. Op de rekenmachine voer je eigenlijk gewoon in 400 gedeeld door ans tot de macht 21. Nou, zorg dat je dat eigenlijk ook op die manier doet, want je mag tussentijds niet afronden, anders kost je dat een punt. Als je dat doet, dan kom je uit op 1,4565. Ook dit laat ik weer op 4 decimalen staan. Nou, en dan ben ik bijna klaar. Dus waar is S gelijk aan? S is gelijk aan 1,457, want die 5 geeft aan dat ik naar boven moet afronden, keer de groeifactor. Nou, dat is 1,307, want deze 5 geeft aan dat ik ook naar boven moet afronden, tot de macht T. Nou, en dan heb je deze vraag helemaal correct beantwoord. Opgave 19. Zo'n exponentiële benadering die gaat ervan uit dat de salarissen steeds maar blijven stijgen. Maar in de grafiek is duidelijk te zien dat de exponentiële stijging niet doorzet. Nou, kijk maar even in de grafiek op de vorige bladzijde. Een andere benadering van de salarissen van honkballers is de formule die je hier ziet staan.
W is het gemiddelde jaarsalaris in duizenden dollars, T is de leeftijd in jaren. En volgens de formule voor W zal het salaris naar een grenswaarde toestijgen. In werkelijkheid nemen de salarissen vanaf een leeftijd van ongeveer 36 jaar juist weer af. Professionele honkballers van 39 jaar die verdienen gemiddeld 4,54 miljoen dollar per jaar. Ook dat zag je in de figuur op de vorige bladzijde. Bereken hoeveel procent lager dit salaris is dan de grenswaarde van W. Dus het gaat om dit bedrag ten opzichte van de grenswaarde van W. Dus die moeten we als eerste uitrekenen. De grenswaarde, dat hebben we bij een vorige opgave ook al gedaan. Dit gaat op een soortgelijke manier. De grenswaarde, die kan ik als volgt uitrekenen. Voor grote T is 0,598 tot de macht T. Ongeveer gelijk aan 0. Vul maar voor T 1000 in op je rekenmachine. En dan zul je inderdaad zien dat dat of op 0 uitkomt of in ieder geval een mega klein getal is. Nou, dan bouwen we weer een stap uit. Dan is, even kijken, 1.600.000 keer die 0,598 tot de macht T. Ja, ook nog steeds ongeveer gelijk aan 0. Dan ga ik er 1 bij optellen. 1 plus die 1.600.000 keer 0,598 tot de macht T. Als ik er nu 1 bij optel, komt er ongeveer 1 uit. Ja, want dat stuk wat ik net had, dat mag ik vervangen door 0 en 1 plus 0. Nou, dat is 1. En dan de laatste stap, dan is 5500 gedeeld door dit hele stuk 1 plus 1.600.000. Ja, dus dit moet een 0 zijn keer 0,598 tot de macht t. Nou, dat is ongeveer 5500 gedeeld door 1. En dat is 5500. Nou, hoe kan ik deze procentuele afname uitrekenen als het ware? Nou, dat kan met nieuw min oud gedeeld door oud keer 100%. Dit zie je bij het correctievoorschrift niet staan. Ze doen het hier net even op een andere manier. Ik vind dit zelf net even wat makkelijker. Nou, we moeten het hier gaan. Hè, we moeten berekenen hoeveel procent lager dit salaris is dan de grenswaarde van W. Nou, dat waar we het mee moeten gaan vergelijken, dat is altijd oud. Dus hier moet ik met W gaan werken. En dat betekent dat ik hier moet gaan werken met het bedrag dat hoort bij die leeftijd van 39 jaar. En dat was die 4,54 miljoen. Nou, wat geeft dit? Ik ga nu hier verder. Dit geeft 4540. Want ik kan ook werken met 4,54, maar dan moet ik die 5500 hieronder omzetten. Dus één van de twee moet je omzetten, dat het in ieder geval allebei in duizenden is. Min 5500, gedeeld door 5500. En dit moet je vermenigvuldigen met 100%. Nou, dan kom je uit op een negatief getal. Nou, dan moet je dadelijk wel even goed opletten. Dus het is niet min 17,5% lager, maar gewoon 17,5% lager. Want dat negatieve aspect zit al in het woord lager verwerkt. Dus daar even goed opletten, niet hier ook nog een min-teken voor zetten. Opgave 20. Nou, best veel tekst. Lees het eerst even zelf door. Ik ga gericht een aantal dingetjes aangeven. Je ziet hier de gemiddelde WAR-waarde per wedstrijd staan, uitgesplitst naar leeftijden. Nou, de WAR dat staat eigenlijk voor de waarde die een bepaalde speler heeft. En als we gaan kijken in de praktijk, is de gemiddelde WAR-waarde per wedstrijd een getal tussen de 0 en de 1. Nou, dat zie je ook, hè. De hoogste waarde zit hier bij 29. Dan kom je ergens uit op volgens mij 0,32. Nou, er is hier ook een voorbeeld aangegeven. Honkballers van 30 jaar oud, die verdienen gemiddeld 4,1 miljoen dollar. In figuur 2 is af te lezen dat deze honkballers een WAR gemiddelde hebben van 0,30. En dus als je bij 30 gaat aflezen, dan kom je precies hier uit op 0,30. Nou, het gemiddelde salaris per WAR-punt, dan moet je het dus delen door die score van WAR, hè, dus delen door 0,30, dan kom je op 13,67 miljoen uit. En dus omdat ze maar tussen aanhalingstekens, want het is het meeste 0,3 WAR-punt hebben en niet 1 WAR-punt hebben, zie je dat. Als ze wel 1 WAR-punt zouden hebben, dan zouden ze op die 13,67 miljoen uitkomen. Nou,
Cody Bellinger, dat was een van de best presterende honkballers in de Amerikaanse competitie van 2019. Nou, hij was toen 24 jaar oud en had een WAR-gemiddelde van 0,76. Hij was daarmee destijds de meest waardevolle honkballer van de competitie. Zijn salaris was in dat seizoen $605.000 en dat is minder dan het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten, $660.000. Nou, bereken met behulp van bovenstaande gegevens en figuur 2 hoeveel salaris Cody had moeten krijgen, zodat zijn salaris per warpunt hetzelfde was als het gemiddelde van zijn leeftijdgenoten. Nou, bedenk nog even het volgende. De berekening hierboven is het volgende. Je doet het salaris, het gemiddelde salaris, hè, maar daar kun je dus ook van maken, het salaris, dat doe je delen door de WAR-waarde. Ik kort het even op deze manier af. En dan is, ja, wat reken je dan uit? Het salaris per WAR-punt. Nou, we moeten nu uitrekenen hoeveel salaris Cody moet krijgen. Dus ik moet eigenlijk binnen deze formule moet ik salaris vrijmaken. Dus deze hier moet ik vrijmaken. Nou, hoe kan ik dat doen? Nou, dat kan ik als volgt doen. Het salaris. Waar is dat dan gelijk aan? Pak een getallenvoorbeeld. Je kunt hier bijvoorbeeld van maken. 8 gedeeld door 4 is gelijk aan 2. Nou, ik wil de 8 wil ik vrijmaken, want die staat op de plek van salaris. Dat is 4 keer 2. Dat betekent dat ik die dus met elkaar moet vermenigvuldigen. Ik moet dus de WAR-waarde vermenigvuldigen met het salaris per WAR-punt. En dus dit moet een keer zijn, het salaris per WAR-punt. Het is belangrijk dat je dit even voor jezelf achterhaalt. Nou, dan kan ik aflezen in figuur 2. Bij 24 jaar kom je uit op 0,26. Zorg dat je dit zo nauwkeurig mogelijk doet. 0,24 zit hier. Meet de afstand van dit hokje op met de geodriehoek. Meet ook de afstand hierop totdat je op die hoogte zit. En doe dat zo nauwkeurig mogelijk met elkaar verrekenen. Dan val je altijd binnen de afrondmarge. Nou, nu kan ik uitrekenen wat het salaris is. Even kijken, per WAR-punt. Dat is eigenlijk gewoon gebruik maken van diezelfde berekening als daarboven. Dat is gelijk aan 0,66. Hè, want gemiddeld genomen verdienen die €660.000. Hè, dollar moet ik zeggen. Als je dat nou omrekent naar miljoenen, dan is dat 0,66 miljoen. Je moet het wel in miljoenen hebben. Dat moet je delen door 0,26. En dat is dan gelijk aan 2,538... miljoen dollar. Nou, en nu kan ik die formule gebruiken die ik net al aangegeven heb. Het salaris, dat is dan gelijk aan de WAR-waarde. Cody heeft een veel hogere WAR-waarde dan die 0,26 en 0,76. Dus als je dat vermenigvuldigt met die 2,538, dan heb je eigenlijk een eerlijker bedrag wat hij eigenlijk zou moeten verdienen. Ik schrijf het eventjes op die manier netjes op. Nou, dat is gelijk aan 1,92. Hier hoeft dat trouwens nog niet erbij. Excuses. 1,929... Hier moest dat erbij staan. En we moeten dat afronden op 2 decimalen. Dus dit wordt 1,93 miljoen dollar. Nou, dat is wel een stuk meer dan de $605.000 die hij heeft gekregen. Nou, hij zal nog steeds goed rondkomen. Maar ja, ter vergelijking, dit is wel meer dan 3 keer zoveel. Opgave 21. Nou, de grote finale van dit examen. Er staan maar liefst 9 punten voor deze vraag. Dus goed opletten, want hier kun je heel veel mee verdienen. Of verliezen. Nou, getij dat ontstaat door de aantrekkingskracht die de zon en de maan hebben op het zeewater. De zeewaterstand gaat hierdoor afwisselend omhoog en omlaag. Nou, dat zul je vast wel een keer gezien hebben, tenzij je nog nooit bij het strand bent geweest. Er zijn verschillende manieren om deze waterstand te benaderen. Nou, Manus en Jan Willem die bepalen bij Nes op Ameland de waterstanden bij laag en hoog water. Nou, bij laag water is de waterstand min 123 centimeter. Nou,
kijk eventjes, ja, hier is het misschien wat klein, maar dat betekent dat deze waarde hier min 123 is. Nou, bij hoogwater is dat plus 87 centimeter, dus deze waarde hier, dat is precies 87. Manus beweert dat de waterstand tussen de tijden van laag en hoogwater met een sinusfunctie. En Jan Willem benadert de waterstand met de 12-delen-regel. Nou, wat is de 12-delen-regel? Dat wordt nu uitgelegd. Nou, de waterstand wordt benaderd door lijnstukken. Nou, je ziet in de uitwerkbijlage, die heb ik erbij gegeven, zie je deze lijnstukken staan. Dat betekent dat ik vanaf deze twee punten, dat ik daar een rechte lijn tussen teken. Je ziet, het lijkt een beetje op de sinusoïde, dus de benaderingen. Ja, die zullen niet ontzettend veel verschillen. Maar ja, goed, er zit wel verschil in. Nou, hoe wordt dat nou gedaan? De begin- en eindpunten zijn hetzelfde. Dus ze beginnen allebei bij min 123 en eindigen allebei bij plus 87. En wat ga je doen? Gedurende het eerste, het tweede en het derde deel stijgt de waterstand respectievelijk het 1/6, het 2/6 en het 3/6 deel van de amplitude. En gedurende het vierde, vijfde en het zesde deel stijgt de waterstand respectievelijk het 3/6, 2/6 en 1/6 deel van de amplitude. Nou, dat verklaart de vorm die de grafiek hier heeft. Dat betekent dat je dus eigenlijk de sinusfunctie eerst nodig hebt, hè, want je moet eerst weten wat is daar de amplitude van. En dat moet je bijvoorbeeld keer 1/6 doen. En dan weet je wat de stijging is van het punt helemaal hier linksonder tot aan dit punt. Nou, en zo kun je dat voor al die andere punten ook doen. Nou, in de figuur zijn de benaderingen van de waterstanden met de 12-delen-regel en de sinusfunctie weergegeven met respectievelijk een doorgetrokken en gestippelde kromme. Nou, dat heb ik net al allemaal uitgelegd. Het grootste verschil tussen beide benaderingen, dat treedt op vlak voor en vlak na laagwater en vlak voor en vlak na hoogwater. Nou, laagwater, laten we dat pakken. Dat zit hier, precies op dit punt. En dus we gaan op dit gedeelte van de grafiek dadelijk inzoomen. Nou, onderzoek wat het maximale verschil is tussen deze twee benaderingsmethoden. Nou, ik ga als eerste de formule opstellen voor de sinusoïde. Nou, als ik dat doe, ik hoop dat ik er genoeg ruimte voor heb. Maar dat gaan we zien. De waterstand, als ik dat benader met de sinusoïde, dan is dat A plus B keer de sinus. Dit is eigenlijk gewoon de standaardformule voor een sinusoïde, t min d. En nu moeten we de waardes van a, b, c en d achterhalen. Nou, je moet er ook nog even definiëren, hè? Wat houdt het nou precies in? Ik zal dat eventjes hier opschrijven. W sinus, dat is de waterstand ten opzichte van NAP in centimeter. En t, dat is de tijd in uren na laagwater. En t, dat is de tijd in uren na laagwater. Dus even goed die formule definiëren. Nou, dan gaan we daarna verder. Hoe kun je de a uitrekenen? Nou, dat is de evenwichtstand. Dat is niks anders dan de hoogste waarde plus de laagste waarde. Dus je krijgt plus min 123. En die door 2 delen, daar bepaal ik eigenlijk het gemiddelde van. Nou, dat is min 18. Amplitude kan ik dan uitrekenen door de hoogste waarde min de evenwichtstand te doen. En dus ik schrijf eerst een min op. Nou, de evenwichtstand is min 18. Min, min naast elkaar wordt plus. Dus dat is 105. C, nou, daar heb ik een formule voor. Dat is 2 pi gedeeld door de periode. Waar is hier de periode gelijk aan? Nou, dat is de lengte van 1 cyclus. Nou, de lengte van een halve cyclus, want ik begin in het minimum en ik eindig in het maximum, ja, dat is gelijk aan 6 uur. Dus waar is de periode hier gelijk aan? Ja, aan 12 uur. Dus je krijgt 2 pi gedeeld door 12. Nou, ik maak er zelf van pi gedeeld door 6. Je mag het ook uitrekenen, maar ik laat gewoon die pi gedeeld door 6 staan. Nou, vervolgens, het is een sinusoïde, dus ik moet kijken waar gaat die stijgend door de evenwichtsstand. De evenwichtsstand. Nou, de evenwichtsstand, die kan ik er gestippeld doorheen tekenen. Dat, ja, dat was als het ware op een hoogte van
min 18. Nou, die min 18, dat is ook precies dit omslagpunt hier, als ik naar die 12 delen regel kijk. En welke waarde zit hier? 3. Dus bij t is 3, ja, dus stijgend voor de eeuwige stand voor t is 3. En hieruit volgt dus, dan is de waarde van d gelijk aan 3. Nou, dat geeft de formule voor de sinusoïde. Nu kan ik hem invullen. De w sin, dat is gelijk aan min 18 plus 105 keer de sinus. Dus dit is letterlijk alles invullen. Pi gedeeld door 6 keer t min 3. Nou, dan heb ik de eerste formule te pakken. Nou, dus dit hier is eigenlijk de eerste stap, dat je de sinusoïde opstelt. Nou, dan ga ik naar de tweede stap, volgens de 12 delen regel. Nou, ik kort dat zelf af met tw, ja, van 12 delen regel. Dat is gelijk aan at plus b. Nou, de tijd heb je al gedefinieerd, hè, en w sin, dat is, hè, w sin en wtw, dat is allebei de waterstand ten opzichte van NAP, dus dat hoef je hier niet per se nog een keer te definiëren. Je geeft met die index gewoon aan met welke van die twee technieken dat is. Nou, waar is hier de waarde van a gelijk aan? Zoals net al aangegeven, ik ga kijken naar dit stuk grafiek, want hier zit het maximale verschil. Dus ik wil eigenlijk de formule opstellen van dit lijnstuk hier. Nou, en er staat hier in de tekst gegeven, tijdens dit stuk stijgt de waterstand respectievelijk, ja, in dit stuk het 1/6 deel van de amplitude. Dus bedenk dit stuk, lijnstuk, dat vindt plaats van 0 naar 1. Dus ik ga al 1 stapje naar rechts. En de richtingscoëfficiënt geeft aan wat gebeurt als ik 1 stapje naar rechts ga. Nou, dan ga ik het 1/6 deel van de amplitude omhoog. Dus je krijgt 1/6 keer 105. En dat is gelijk aan 17,5. Dus dat geeft de volgende formule, WTW. Dat is dan gelijk aan 17,5T plus b. Nou, nog een punt invullen. Nou, het makkelijkste punt om in te vullen, dat is altijd het snijpen met de verticale as. Want dan weet ik meteen wat de waarde van b is. Dat is altijd de y-coördinaat. Dus wtw, dat is 17,5t min 123. Nou, heb ik de tweede formule te pakken. Nou, het wordt nog wat. De derde stap. Nu moet ik het verschil tussen die twee formules uitrekenen. En dat is hetzelfde als WTW, want die grafiek ligt hoger, min W sinus. Nou, dan pak ik de formule van WTW, van die 12 delen regel. Nou, dat was 17,5 T min 123. Nou, en de sinusoïde, die moet ik tussen haakjes zetten, want ik moet eerst weten wat het antwoord is en daarna pas dat ervan afhalen. Dus ik neem dat nog een keer over. Min 18 plus 105 keer de sinus. Ik ga ietsje kleiner schrijven in de hoop dat het erop past. Nou, dan krijg ik hier t min 3. Nou, dan ben ik blij, want het past erop. Dan krijgen we voer in y1 is. Nou, op de rekenmachine ga ik het weer vervangen door een x. Dus 17,5x min 123 min. Nou, dan krijg je hier min 18 plus 105 keer de sinus van pi gedeeld door 6. Goed opletten, je moet je rekenmachine nu op radialen zetten. Altijd met sinusoïdes, anders dan ga je niet goed uitkomen. Nou, tussen haakjes t min 3. En de optie maximum, want je wil het maximum hebben. Optie max, wat geeft dat? Ik zal eerst nog even de vensterinstellingen laten zien die ik gebruikt heb. Nou, de vensterinstellingen die zijn als volgt. Je kunt hier eigenlijk gewoon van 0 tot 2 kiezen. Het bevindt zich tussen 0 en 1, dus 0 en 2, dat is eigenlijk zat. En als je hier dan 0 kiest en hier 10 kiest, nou, dan kom je in ieder geval op het maximale verschil uit. En laat je niet verraden, hè, door het plaatje waarbij je denkt van, oh ja, dat is heel erg klein, dat verschil. Er is een stapsgrootte van min 80. Naar min 120, dat is een stap van 40. Nou, dus vandaar dat je hem hier toch wel echt op 10 moet instellen. Nou, op het moment dat je dat doet, dan krijg je deze grafiek uit. Nou, ik wil het maximum hebben en sterker nog, ik wil de y-coördinaat van het maximum hebben.
want die geeft het maximale verschil aan. Nou, dat geeft, optie maximum geeft x is 0,618 en y is 5,36. Nou, dus bijna klaar. Dus het maximale verschil is dan gelijk aan 5,4 centimeter. Het moet in hele millimeters, hè? Dus dit is in ieder geval in millimeters nauwkeurig. Of je maakt ervan 54 millimeter. Nou, en dan heb je deze vraag met 9 punten helemaal goed beantwoord. Nou, en dit was alweer het volledige VWO Wiskunde A-examen 2024 eerste tijdvak. Nou, hopelijk heb je iets aan deze video gehad. Er gaat best wel wat werk in zitten. Nou, vind ik leuk om te doen, maar dan vind ik het ook leuk als je een reactie achterlaat of een like achterlaat. Of abonneer je op het kanaal, dan blijf je ook altijd op de hoogte van de laatste nieuwe video's.